De eerste beelden van deze film beginnen bij het oude gemeentehuis dat aan de Vecht ligt en nu in gebruik is als onder andere museum en VVV-kantoor. Burgemeester Nering Beugel in zijn werkkamer. Hij was 36 jaar lang burgemeester in Ommen en werd in 1952 opgevolgd door meester C.P. van Reewijk. De Brugstraat met een mooi plaatje van de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk. We zien hier de melkboer bezig met zijn werk, ongeveer ter hoogte van de winkel van Dijks en Steen, nu de plaats waar de HEMA is. Hier zien we de winkel van de firma Oldeman, de horlogemaker, tevens stadsuurwerkmaker Herman Oldeman. Hij staat met zijn hulp Hans Beijer, zijn dochter Marietje en zijn echtgenote in de deuropening. Bij het station zien we Hotel Wildzang, café-restaurant staat erop. Het werd gerund door de familie Kuit. Dit is het vooraanzicht van het hotel. Het was een gemoedelijk trefpunt voor veel Ommenaren en ook voor verenigingen. Hier zien we Steven Kuit, mevrouw Kuit en Kuit senior. Nog maar een mooi plaatje van Steven Kuit.